De Rode Haan heeft in de vroege ochtend 2 maal gekraaid. Het BOG en Fernandes Bottling Company aan de Indira Gandhiweg zijn slachtoffer geworden van het vuur. Fernandes meldt in een persbericht dat de brand aanzienlijke schade heeft aangericht aan machines, gebouwen en voorraden. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het is nu prioriteit om de schade vast te stellen en wat het effect is op de bedrijfsvoering. Brandweervoorlichter Alton Pinas vertelt over de brand bij Fernandes Bottling. De brandweer kreeg melding van een gebouwbrand aan de Indira Gandhiweg omstreeks 18 minuten over 1 in de ochtend. Het personeel van Fernandes Bottling Company die was bezig met werkzaamheden en op een gegeven moment was er een blikseminslag. Hetgeen ervoor gezorgd heeft dat het alarmsysteem activeerde. Samen met de bewaking is men erop afgegaan en bleek dat er brand is ontstaan in het magazijn. In het magazijn waren er spullen opgeslagen zoals verpakkingsmateriaal, zoals karton, plastic. En er was ook suiker daarop geslagen. De mensen hebben geprobeerd de brand te blussen door middel van brandblusapparaten, kleine. En door middel van een vlanghaspel, dat geen niet gelukt is. En toen de brand werd in kennis gesteld en bij aankomst van de brand was het deel van het magazijn reeds in lichte laaien. Nou, ik kan u zeggen dat het bedrijf wel verzekerd was. Of is dan. Brandweervoorlichter Alton Pinas. Hij sprak over de brand bij Fernandes Bottling vanochtend.